Het is vandaag weer het echte typisch Nederlandse zomerweer van een beetje zon, maar vooral meer regen. Mijn collega's zeiden, je gaat dus vandaag eens wat anders doen. Dus ik denk van een jachthaven, leuk bootje. Maar nee, het wordt wat anders. Het wordt een Renault Twizy. Twizy is een kruising tussen scooter en auto. Dan heb je de voordelen van een scooter, dus smal en wendbaar, en van een auto, dus je bent enigszins beschut. En als je erin gaat zitten, dan zie je gewoon veel autobedieningselementen, dus gewoon een stuur, pedalen, bedieningselementen aan het stuur. En heel belangrijk, je hebt een gordel, dus je hebt geen helmplicht. De Twizy start net als een gewone auto met een sleutel, maar het is wel een elektrische auto, dus je merkt niet dat die motor loopt. Dus je steekt hem erin. Je start hem, zogenaamd, maar je hoort niks. Je zet hem in zijn drive en we kunnen gaan. En natuurlijk super handig, die draaicirkel. Die is klein. Kijk eens. De elektromotor die werkt met een lithium-ion accu, die zit hier onder de stoel. Die weegt 100 kilo en het totaalgewicht van de hele auto is maar 450 kilo. Oftewel, dat zou mogen inhouden van dat hij super zuinig is. Maar het is natuurlijk wel het bekende verhaal over CO2-uitstoot van een elektrische auto dat het 0 gram per kilometer zou zijn. Dat is niet waar, want bij de centrale waar de stroom vandaan komt, daar wordt natuurlijk wel CO2-uitstoot. Waar we wel minder blij mee zijn is die vering en demping. Die is er allemaal super hard en super kort. Het is een heel klein karretje. Maar dat betekent dat je bij elke onevenheid in de weg, en zeker bij verkeersdrempels, dan krijg je echt een klap. Kijk dit. De Twizy wordt verkocht als een tweezitter. Dat je net zoals op een scooter achter elkaar zit. Maar je ziet wel, het is wel ontzettend krap. En zeker degene achterin, nou, die zit niet ruim. Het grote voordeel van zo'n smal karretje met twee deuren is dat je natuurlijk aan de ene kant kan instappen. En aan de andere kant weer uit. Nou, die Twizy die is er in twee versies. Er is een 45 km/u versie met 5 pk. Die mag je rijden op een brommercertificaat. En deze versie die kan 80 km/u. Dan heb je liefst 17 pk. Die kan je rijden op je rijbewijs A of B. Prijzen. 7000 voor de 45 km/u versie en vanaf 7700 voor deze 80 km/u versie. Maar denk er wel aan, dat accupakket dat moet je dus leasen, hè? Dat kost je 50 euro per maand. En hoe zegt dat 100 km haalbaar is op één lading? Nou, 70 tot 80 km is net aan. Dus ik ga even vragen of ik stroom kan lenen. Kan ik hier wat stroom lenen? Kijk, dit kan dus met een Twizy. Ik zal het me eerlijk toegeven, ik was ook niet zo positief over de Renault Twizy. Ik begreep hem ook niet. Maar na een dag sturen denk ik van ja, Renault heeft gewoon een goede gok genomen. Dit is een autootje, het is smal, het is zuinig, het is super wendbaar. En je ziet ook aan de belangstelling van de mensen die hem vandaag zagen. Een hele hoop mensen willen hem gewoon als tweede of derde autootje erbij hebben, puur voor in het stadsverkeer. En dan die 80 km wat je haalt bij een accu, is in principe voldoende. Mocht je hem nou weer willen opladen, aan een gewoon stopcontact is hij binnen 2,5 uur bijna vol.